How dare you? How dare you? Dat is een heel sterke zin. Hè? Je weet heel goed wat er op het spel staat. How dare you? En toch doen jullie alsof het zo verder kan. En dat is niet bang zijn van het ridicule. Het is ook een beetje Pippi Langkous. Vrolijk, oorlijk, maar het is ook een beetje eng. Het is ook een beetje chucky. Concreet actie voeren en zeggen hoe we ervoor staan. Daadwerkelijk, vandaag. Everything needs to change. And it has to start today. Ons hard bloed, dat durven in de mond te nemen, dat is ook weer typisch vrouwelijk. Een man gaat dat niet zo gemakkelijk zeggen. Dat klinkt niet serieus genoeg. En toch is dat de fond van de zaak. Mijn hard bloed voor de planeet. Ik ben hier voor iets dat mij overstijgt. Ik maak deel uit van een grote beweging, een historische beweging. Wij zijn de witches, wij zijn de heksen. Daar zit ook humor in vervat, daar zit liefde in vervat en daar zit ook durf in vervat. Wat de ecofeministen echt hebben bijgebracht, is het feit dat zij verder kijken dan de hele kwestie van de gelijke rechten. En zeggen, als de gelijke rechten er uiteindelijk toe leiden dat wij meedoen aan een destructief systeem, dan willen wij die gelijke rechten niet. Wij willen een ander systeem. Het kan anders en het zal ook anders zijn. Ook collega's soms zeggen, ja, dat klinkt niet intelligent genoeg. Zeggen dat dit niet zomaar verder kan. Dat klinkt zelfs lichtjes hysterisch, emotioneel. Hè? Daar zijn mannen een beetje bang voor. Dat decredibiliseert, het is niet overtuigend, zo gezegd. In ieder geval, het neemt weg van hun serieus. En ik denk dat vrouwen daar veel minder mee bezig zijn of dat in ieder geval sneller naast zich neer kunnen leggen. En hysterie plots kunnen omvormen tot een kracht. En zeggen, wel, er is misschien reden tot een beetje hysterisch geroep en emotie. Er staat veel op spel. De zin voor realisme van die mannelijke cultuur die constant zitten debatteren over wat de opties zouden kunnen zijn voor de toekomst, wat heeft het ons gebracht? Wij gaan nu concreet actie voeren met onze eigen middelen, die misschien futiel lijken, maar die beetje bij beetje absoluut een verandering kunnen brengen. En dat is niet zomaar een fantasie of een droom of een waanbeeld. Dat is iets dat echt het ecofeminisme brengt, is die bewijsvoering. Het is niet gewoon symbolisch, bijvoorbeeld in de Nieuwstraat, gaan zeggen wij willen een solidaire wereld. Het gaat om het veranderen van machtsverhouding. Dus de stokken in de wielen steken van diegenen die een destructieve wereld blijven voortzetten. We want to build the pipe. This black snake, the Dakota Access Pipeline. Mother Earth does not have a human voice. Therefore, we are her voice. She gives us warning, and that is why we are here. People have gone through the fence, men, women and children. De inheemse vrouwen spelen daar een cruciale rol in, omdat zij die boodschap echt brengen op een heel eenvoudige en door die eenvoud een enorm radicale manier. De Chipko-beweging is een heel iconische beweging voor het ecofeminisme, omdat die vrouwen hebben getoond dat je kan een groot bedrijf, een internationaal bedrijf, dat de bossen wil ontginnen waar je levensonderhoud van afhangt, dat je die met heel weinig middelen kan stoppen. Zij hebben die bossen of die bomen, enkele van die bomen, omarmd, omhelst, om die bomen te beschermen tegen de ontginning, hè, en tegen de markteconomie die daar zo eigenlijk het hele bos zou inpalmen. Het feit dat enkele vrouwen uit de dorpen in Indië zo'n machine kunnen stoppen, dat is een openbaring geweest, denk ik, voor heel veel vrouwen. Dat dus mogelijk was. De kracht van die verhalen is enorm.
Stay whole, no fuss. Now gather all the spices and cheesecloth and tie. Throw them in the pot and simmer till nigh. Er is geen recept. Er is niet, je moet sowieso boycotten of je moet sowieso bomen gaan omhelzen. Of je moet zo. Je moet eigenlijk geloven dat je op een inventieve manier kan omgaan met de middelen en de krachten van de gemeenschap of van het collectief. My first attempt at recording some choreography for Staying Alive. En dat je daarmee veel kan bereiken, veel meer dan wat je zou kunnen denken. Of het nu is aan de rand van het Amazonewoud. Es el pulmón del mundo y que no debemos destruir. Y se está destruyendo las compañías petroleras y eso no queremos permitir. Of het INEOS is waar schaliegasverwerking zich komt vestigen. Het is op al die plekken dat je natuurlijk moet weerstand bieden. Want de acties zijn wat telt. De centrale stelling van het ecofeminisme is niet zozeer en zelfs helemaal niet het feit dat vrouwen zouden verbonden zijn aan de natuur, en dat wij een connectie zouden hebben met de natuur, maar wel dat er een verband is tussen de uitbuiting van de vrouw en de uitbuiting van de natuur. En dat die historisch dezelfde oorsprong heeft. Er zou nooit kapitalisme geweest zijn zonder het dualistisch denken dat heel duidelijk de mensheid, de cultuur, tegenover de natuur plaatst. En die dan sommige mensen op een continuum gaat plaatsen van dichter bij de natuur of dichter bij de mens. Dichter bij het impulsieve of dichter bij het intellect. En hoe dichter je bij het intellect bent, hoe beter natuurlijk. En hoe dichter bij de natuur, hoe minder je voelt, hoe minder je ermee inzit. Denk aan alle slaven waarvan ze zeiden, ze voelen het niet. Als ze worden uitgebuit, gemarteld enzovoort, ze voelen het gewoon niet. Je kan zover gaan als je wil, hè? Eenmaal dat die natuur wordt opzij gezet. The sky is the limit. Alles wat in functie staat van, dus de natuur, de inheemse volkeren, de slaven, al diegenen die eigenlijk moeten werken voor de vooruitgang van die mensheid, dat wordt onzichtbaar gemaakt door het vooruitgangsideaal. En enkel kan legitiem overkomen en overtuigend zijn als je natuurlijk verzwijgt wat er allemaal onzichtbaar in de coulissen gebeurd is om dit mogelijk te maken. Fuck. Het verhaal die inmiddels hier een kind laten opgroeien. Onzichtbare zichtbaar maken is misschien het eerste gebaar en de eerste reflex van een ecofeministe. De macht ligt bij de vrouwen die de machine doen draaien in de coulissen. En zij zijn niet de enige die de machine doen draaien in de coulissen. Dus als jij zegt, en ik ken een paar mensen die zeggen, wij zijn deserteurs. Wij verlaten sommige instellingen omdat we denken dat er echt niets meer kan gebeuren. En we proberen het ergens anders, dan inderdaad ontneem je aan die instellingen, je eigen intelligentie, je kracht, die kunnen zich niet meer voeden door jou. En dus er is heel erg die idee dat de machtsverhoudingen, dat die ook jou nodig hebben om zich te verwezenlijken. Misschien is het een te boute statement die ik hier maak, misschien is dat te globaal, maar toch, er wordt niet geaarzeld om te zeggen, je hebt je eigen lichaam en je eigen kracht van de gemeenschap om eigenlijk de machines te stoppen daar waar je bent. De ramp komt nu binnengecijpeld in onze eigen levensruimte. Die was er natuurlijk al en we wisten dat ook al. Maar als je begint te beseffen dat ons waterpeil in het gedrang wordt gebracht en dat dus veel zal moeten veranderen, dan denk je toch wel terug aan wat die vrouwen hebben gezegd wanneer ze zeiden, wij luisteren naar ons, wij staan op de frontlinie. Porque o dia que os povos indígenas parar de respirar, a humanidade também não vai conseguir respirar. Nós, povos indígenas, somos o termômetro do mundo. We doen het niet enkel voor ons, we doen het voor ons in de enge zin van het woord, we doen het voor ons in de brede zin van het woord, want het overkomt ons op een bepaalde manier allen.